Gemeente van Christus, hier in Den Haag. Er zijn van die momenten dat je niet echt zit te wachten op een gesprek. Bijvoorbeeld, je bent ziek of je partner is ziek. En er wordt steeds aan je gevraagd hoe het ermee is. En je weet wel, mensen bedoelen het goed en het is überhaupt wel fijn dat mensen belangstelling hebben, maar toch heb je gewoonweg geen energie om iedere keer dat hele verhaal te doen over behandelingen, uitslagen in het ziekenhuis, perspectief dat er misschien geen eens is. Het wordt je allemaal te veel en je mijdt de plekken waarop je eventueel bekende tegen kan komen. Of je zit bij de kapper en iedereen heeft het over de vakantie. Maar jij hebt helemaal geen mogelijkheden om op vakantie te gaan. En niet iedereen hoeft dat te weten ook. Of je komt een oude bekende tegen en die zegt, hey, hallo, hoe gaat het? En jij zegt, hey, ha, goed. Maar bij jezelf denk je, je moest eens weten. Ik denk dat iedereen wel zo'n soort moment voor de geest kan halen. Vandaag gaat het in het Bijbelverhaal dat we gelezen hebben ook over iemand die niet bepaald uit is op een ontmoeting, maar bij wie het er toch van komt. Een gesprek, contact, een ontmoeting van hart tot hart. Want daar komt ze, rond het middaguur, op het heetst van de dag, het moment waarop werkelijk niemand het in zijn hoofd haalt om vrijwillig in zijn eentje water te gaan putten, tenzij je er zeker van wil zijn dat je niemand tegen zult komen die vraagt hoe het met je is en een praatje met je aanknoopt. Waarom die vrouw dat kennelijk niet wil, de kans lopen om iemand te ontmoeten, dat vertelt het verhaal er niet bij. Daar is wel van alles over gezegd en verzonnen natuurlijk in de traditie van de kerk. Ze zou een losbol zijn, die vrouw. Uitgekotst door de maatschappij vanwege die vijf mannen. Een vrouw van lichte zeden. Misschien was ze dat wel, werd er gezegd. Ze zou zich moeten schamen. We hebben het gezongen zelfs net. Op het middaguur der schaamte. Ze is een zondige vrouw. Maar de tekst zegt daar niets over. Geen spoor van moralisme in het evangelie. Ik vind het trouwens persoonlijk wel een leuk mens, die Samaritaanse. Ze doet me een beetje denken aan de vrouw uit Spreuken 31. Een beetje zo'n stoer type, die weet wat ze wil, die zich de kaas niet van het brood laat eten. Ze is ook lekker nuchter en praktisch. Ik hou daar wel van. Maar goed, ze komt dus in die zinderende hitte naar de Jacobsbron. En daar blijkt dan toch iemand te zitten die haar als het ware om een vuurtje vraagt. Of in dit geval om wat te drinken. Dat is wel een beetje een grensoverschrijdende vraag voor die tijd. Want Joden gaan niet met Samaritanen om. Mannen spreken niet zomaar met vrouwen. En al helemaal niet als het over theologische onderwerpen gaat. Dus je voelt wel dat die vrouw er niet zo heel erg happig op is om dat gesprek met die vreemdeling daar bij die bron voort te zetten.
voor je het weet krijgt ze er nog gedoe mee. En vandaar dat je proeft dat ze nogal sceptisch is. Hoezo open jij het gesprek met mij? Jij, man, Jood? Zo gaat dat vaak als je iemand voor het eerst ontmoet, ook bij ons. Ik was afgelopen vrijdag met mijn zoon uit eten en met een vriend van hem. En die twee jongens die gaan morgen voor het eerst naar de introductie van hun nieuwe opleiding. En ze spraken met elkaar, ik zat er zo bij, over hun nieuwe studiegenoten die ze dus nog niet hebben ontmoet, maar met wie ze wel alvast in een appgroep zitten. En zonder dat ze die personen uit die appgroep al hadden leren kennen, wisten ze mij toch al precies te vertellen wie er in die groep een nerd was, wie een kakker, wie een loser en met wie ze het waarschijnlijk wel en met wie ze het waarschijnlijk niet konden vinden. En ik zat er in hun ogen natuurlijk als een boomer bij. En ik luisterde zo naar hen en ik herkende de toon van hun gesprek. Want ik dacht, zo gaat het vaak ook met mezelf. Dat je van tevoren al heel vaak allerlei redenen kunt bedenken waarom je met iemand die je nog maar niet of die je nauwelijks kent, toch al weet, nou, daar heb ik geen klik mee of daar kan ik het niet meer vinden. Of dat nou echt zo is of niet. Zo gaat dat met die twee uit het Bijbelverhaal ook. Allebei zitten ze op hun eigen spoor. En die twee sporen die lopen evenwijdig aan elkaar. En niets wijst erop dat die sporen elkaar gaan kruisen. Want zij heeft het alsmaar over gewoon alledaags water. Over dorst en over hitte. Over lijf en over leden, over de energierekening, de inflatie en de op handen zijnde verkiezingen. En dat zijn ook belangrijke onderwerpen natuurlijk. Daar moet je het ook over hebben met elkaar. Maar hij heeft het over een ander soort water. Hij heeft het niet over de vloeistof die uit de kraan komt of uit een put. Nee. Bij hem gaat het over inspiratie. Over daar waar je van opleeft, waar je moed van krijgt, troost, kracht, zin in het leven, nieuwe ideeën, nieuw perspectief, nieuwe bezieling. En in de Bijbel wordt dat soort water altijd verbonden met de woorden van God. Woorden als liefde, barmhartigheid, genade, vergeving. Woorden zijn dat die te maken hebben met iets over hebben voor een ander of voor de grotere context waarin je leeft, ook als het jezelf iets kost. Die woorden van God, dat zijn woorden die te maken hebben met je oefenen in een milde blik. Iemand een nieuw begin gunnen. Jezelf niet altijd vastpinnen op je eigen verleden. Je durven verwonderen over wat er van God op je afkomt. Daar heeft in de Bijbel dat water altijd mee te maken met de woorden van God die iets teweeg brengen, omdat ze fris zijn, omdat ze iets in je op gang brengen, omdat ze het in je doen stromen, bewegen, sprankelen. Woorden zijn het waarop je het uithoudt, ook als je moe bent of uitgeblust. Zoals dat hert uit Psalm 42, waar we over zongen aan het begin van de dienst.
die naar het koele, het heldere, het frisse water smacht, omdat het zo vermoeid is. Zij over H2O, hij over de bron van leven, ieder op hun eigen spoor en ze ontmoeten elkaar niet. Of toch, want er zit een vreemde wending in het verhaal. Ik weet niet of u dat is opgevallen, maar er zit een vreemde wending in het verhaal als Jezus aan de vrouw vraagt: ga uw man eens roepen en kom dan terug. Ik heb geen man. Dat is het punt waarop het verhaal kantelt. Dan opeens komen die twee lijnen van die twee bij de bron bij elkaar en vallen ze samen. En ik heb hier lang over na zitten denken wat dat nou is. Wat daar nou gebeurt. Waar zit dat nou in? Wat is er nou precies aan de hand op dat cruciale punt? Als ik het goed gelezen heb, dan beseft die Samaritaanse vrouw in die opmerking van Jezus dat er als het ware dwars door haar heen gekeken wordt. Jezus ziet haar daar zoals ze is. Zonder oordeel, zonder voorafgetrokken conclusies, zonder hoge of lage verwachtingen. Hij kent en doorgrondt haar. Zoals God een mens kent en doorgrondt en tot in de diepte peilt, om het met de woorden van Psalm 139 te zeggen. Jezus kent en doorgrondt deze vrouw niet als iemand met wie er iets mis is, omdat ze te veel mannen heeft gehad, of omdat ze een beetje bij de hand is, of omdat ze te oud is of te jong, of een nerd of een kakker of een loser of een boomer of een vrouw of verkeerd geloof, anders van kleur, andere geaardheid, onbekende seksen. Nee, Jezus kent en doorgrondt haar als iemand die iets te geven heeft. Geef mij van dat water, vraagt hij aan haar. Op dat cruciale moment waarop dat hele verhaal kantelt, beseft de vrouw dat ze iemand is die zelf ook iets kan doen met die woorden van God. Ook zij kan die woorden die in haar zijn laten stromen. Ook zij kan daaruit putten, ervan weggeven aan de mensen op haar pad. Ook zij kan zelf dus een bron van inspiratie zijn, van kracht, van bemoediging, van hou vast, door die woorden van God die in haar zijn. En Jezus ziet dat. En die kijkt dat in haar tevoorschijn. Nou begrijp ik dat u een profeet bent, roept ze dan ook uit. Dat ben ik, zegt Jezus. En je hoort er de echo in van de naam van God, die betekent: ik ben het. Ik ben er. Ik ben er voor jou. Ja, en dan holt die vrouw weg. Zonder haar kruik, zonder vloeistof, maar met een hart dat overstroomt van levend water. En het grappige is, contact gaat ze ook niet meer uit de weg. Sterker nog, ze gaat juist mensen opzoeken. Ja, ze wordt als het ware een bron van levend water voor wie zij ontmoet. Bewegelijk, verfrissend, vernieuwend. Mensen worden aangestoken door haar prediking en ze
trekken de stad uit en gaan naar Jezus toe. Nog één ding. Die Samaritaanse vrouw, die wordt iedere keer die vrouw genoemd in de tekst. Ze heeft geen naam. En nou dacht ik, misschien ben ik haar wel. Of misschien bent u haar wel. Of misschien zijn wij allemaal bij elkaar. Wij, zoals wij hier zitten, wij als gemeente van Christus. Misschien zijn wij samen wel die vrouw bij de bron. En als dat zo is, als ik haar ben, of als u haar bent, of als wij samen haar zijn, dan betekent dat dus dat wij in gesprek met Jezus een bron vinden in onszelf waar anderen uit kunnen putten. Wat een goddelijke gedachte. En ik zou dan ook willen zeggen tegen u als gemeente, dat is een wens en ook een bede die ik heb, dat ons samen zijn hier, nu, maar ook in de week die voor ons ligt en in de tijd die voor ons ligt, dat ons samen zijn in de kloosterkerk en om de kloosterkerk heen en alles wat hier vanuit deze kerk gebeurt en stroomt, dat dan dat gesprek met Jezus gaande mag blijven, zodat jullie daar ook bij kunnen, bij die bron in jezelf. En jullie die bron ook kunnen laten stromen voor elkaar, voor de stad waar jullie als gemeente hier ingesteld zijn. Mogen dat zo zijn. Amen.